Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze jagerkraan in kan regelen. Hier is de aanvoer, dit is de retour. De ketel brandt nu en het verschil is 2 graden. Dat is te weinig. Het moet meestal tussen de 5 en 10 graden zijn bij een convectorradiator. Nou, wat kan je dan doen? Dan pak je dus een bako en dan kan je hier aan draaien. Er staat hier een streepje. Met standje 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan kan je dus instellen hoeveel water er doorheen gaat. Hij staat nu op standje 6. Als je hier dus op het vlakke kantje met je bako gaat zitten, dan kan je dus draaien. En dan draaien we dus van standje 6 naar standje 5. En je kan dus ook de andere kant op draaien, dan zit je gelijk op standje 1. En dan stroomt er dus veel minder water doorheen. En zo kan je dus je convectorradiator waterzijdig inregelen. En let er dus wel op dat je hem niet op 1,5 zet, 2,5, 3,5, 4,5. Maar echt op standje 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Want als je hem op 1,5 zet, dan stroomt er dus geen water meer doorheen. Nou, mocht je het een leuk filmpje vinden, vergeet je uiteraard niet te abonneren. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer.